Wat ben je aan het doen, Erwin? Ik zit in een WhatsApp-groep, die heet op dit moment Zware Wenkbrauwen, maar dat kan elk moment veranderen, want er is een grote groep Nederlanders die naar het muziekgedeelte gaat, die ook de naam van deze groep mag aanpassen. Die houden elkaar op de hoogte wat er allemaal gebeurt op het muziekgedeelte. Het grappige is, 2007 was hier het jaar dat Twitter groot werd en de rol die Twitter toen speelde, iedereen die elkaar op de hoogte bracht. Zit nu eigenlijk helemaal in WhatsApp. Mensen maken een eigen groepje en vertellen daar wat ze doen. Dus ik zie hier bijvoorbeeld iemand zeggen: Barack Obama was net bij Stubbs en ik zag hem. Grote discussie gaande of het de echte was. 20 man security eromheen. Ik zeg, hij was het. Maar even later zegt dezelfde man. Even kijken. Het was raar. Het ging snel. Het leek echt. Maar inmiddels zeggen de meeste mensen dat het nep was. Hey, wat ga je doen vandaag? Vandaag hoop ik beetjes te gaan zien, maar eerst gaan we nog even naar de virtual reality beurs. Want het wordt hier eigenlijk, dat interactive wordt eigenlijk ook steeds meer, steeds langer. Het speelt zich ook af, vind ik, tijdens het andere deel van South by Southwest. Maar de virtual reality beurs, wat is dat dan? Een vloer waarop allerlei bedrijven zijn die of technologie voor virtual reality maken, ofwel applicaties of games, et cetera. Dus daar kunnen we virtual reality ondergaan. Ja. Hey, Michiel, heb jij gisteren nog iets belangwekkends opgestoken? Ik ben onder andere naar een verhaal geweest van een Google-man over AMP, Accelerated Mobile Pages project. Over het verbeteren van de mobiele browsing ervaring. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar wat ik er opvallend aan vond, is dat nu jaren nadat mobiel heel groot geworden is, dat er blijkbaar nog steeds vrij grote verbeteringen in het vat zitten. Zoals hij zijn betoog begon met een beschouwing over wat nou de mobiele ervaring is als je browst. Hij zei eigenlijk dat is shit. En daar kwam je ook met voorbeelden waarvan ik dacht, verrek, dat is inderdaad shit. We doen het allemaal, elke dag. Enfin, dat is een grote onderneming waar heel groot initiatief, waar heel veel bedrijven en anderen bij betrokken zijn. Wat op mij erg geloofwaardig overkwam. Ik kan er niet alle details beoordelen. Maar ik vond het heel leerzaam en interessant om te zien dat daar blijkbaar nog zoveel in het vat zit. Maar wat het mij ook doet denken, is dat we hier nu rondlopen en denken van, oh, wat gaat dat allemaal hard. Dat er dus ook dingen zijn die gewoon 4-5 jaar duren voordat ze een beetje op gang komen. Dat is een interessante paradox. Erwin en ik spraken gisteren Werner Vogels. Die zei dat trouwens ook over de robots en over artificial intelligence. Die zei, ja, robots, we hebben we toch al 20 jaar. Waar is nu alle ophef over? Ja, dat citeerde jij gisteren al. Dat vind ik wel interessant. Ik vind het altijd wel goed als iemand iets debunkt. Maar het is ook wel zo. Ik denk dat je van sommige dingen kunt zeggen van, oh god, 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 wat gaat dat hard. Maar het is ook wel nuttig om af en toe 2 stappen terug te nemen en te denken van, nou, weet je, die AI en die robots en dit en dat. Weet je, jij liet gisteren een stukje luisteren op je apparaat van ditzelfde gemopper hier aan deze keukentafel, maar dan van een paar jaar terug. En dan kan je ook zeggen van, er zitten een paar thema's die een paar jaar geleden ook al waren. Desondanks ben ik ervan overtuigd, het is allebei waar. Er zijn dingen, die robots zijn er al heel lang, maar ze worden wel een flink stuk beter, sneller, goedkoper en wat niet meer zei. Alleen, soms gaat het allemaal net iets langzamer dan je hoopt. Worden hier dingen gehyped op South by Southwest? Zeer zeker, ja. Ik heb zelfs een storytelling. Dat is een woord dat mij de strot uitkomt. Ik vind dat personal assistance, daar ben ik ook een beetje, word ik een kriebelen van, VR en AR. Wearables, daar kan ik van zeggen, dat is inmiddels bijna ten graven gedragen, maar er duikt toch nog af en toe iemand op die daar begint over te zaniken. En dat werkt bij mij dus echt zeer op de irritatie. En wat ik ook heel lastig vind is design thinking, dat met een religieuze diepte wordt gebracht alsof dat alles oplost. Wel, daarvan denk ik nou van, dat is toch al 100 jaar oud, design thinking. Maar dat doet dus mijn stukje storytelling. Hey, storytelling is nog iets ouder, hè? Storytelling. Nou, mijn neus. Hey Michiel, wat heb jij gedaan gisteren en wat zijn je lessen? Nou, ik heb gisteren gezeten bij een sessie van NASA. Die vertelde over hun reis naar Mars. Ik zag dat je op een foto bent gegaan met een astronaut in spe. Ja, die zit... geen fanboy gedrag. Ja, nee, maar dat is nu een... die worden nu getraind van een groepje van 8. 4 mannen, 4 vrouwen. En het zou kunnen dat zij de eerste is die ooit op Mars loopt. Ja,
Dat vind je wel heel intrigerend volgens mij, hè? Nee, ik weet nog wel heel vroeger, toen ik 6, 7 was of zo, zat ik ook altijd de boekjes te kijken van de foto's van de oppervlakte van Mars. En dacht ik, god, dat lijkt me toch wel helemaal fantastisch om daar een keer te zijn. Maar wat heeft dit nou met South by Southwest Interactive te maken, vraag ik me dan af. Het gaat over tech, hè. We gaan naar Mars en wat voor soort dingen hebben we er allemaal mee te maken? En het zijn toch een heleboel, zo'n raket van 100 meter die omhoog moet gaan en een reis van 50 miljoen. Het heeft heel veel met tech te maken. Hey, South by Southwest Interactive zit erop. Als je nou terugkijkt, het is nog een beetje vroeg, want we zijn net wakker, maar wat is je bijgebleven? Wat mij bijgebleven is, ondanks het feit dat het ontzettend gehyped wordt, AI, is het ook wel echt een stroom die gaande is. En je kan ook wel verklaren waarom er nu heel veel dingen in gebeuren, doordat we een stuk beter zijn geworden in die algoritmes van deep learning de afgelopen jaren. En er is een heleboel data om die systemen mee te trainen. En rekenkracht is sterk vooruit gegaan. Dus daardoor zijn er inderdaad wel ineens dingen mogelijk de laatste paar jaren die er tot nu toe niet waren. Maar het nadeel is dat stickertje van AI dan vervolgens ook op hele simpele dingen wordt geplakt. En dat is af en toe wel jammer. Ja. Dus we hebben nog wel een definieringsprobleem. Dat hebben we zeker, ja. Erwin, jouw lessen van een weekje Interactive? Of een weekje, 4 dagen? Ja, nou ja, ten eerste hou ik van Engelse popmuziek en ben ik dus dol op hypes. Dus des te meer hypes is beter, zou ik willen zeggen. En ik vind het zelf wel prettig als mensen gewoon ergens nog weer eventjes een stempeltje opplakken. Want dat maakt het praten wat eenvoudiger. Dus die twee thema's van op de lijst van irritantie van Michiel, artificial en virtual. Ja, dat waren wat mij betreft de belangrijkste thema's hier. En wat die precies gaan betekenen, is wel ingewikkeld. Want dat vind ik wel moeilijk van dat artificial intelligence. Tot nu toe kon ik het meeste ding hier nog wel een beetje begrijpen. Maar er komen nu gebieden bij waar ik eigenlijk geen ene moer van snap. Ja. Maar ligt dat aan jou of aan het thema? In ieder geval aan mij. Michiel, hoe kijk jij terug op Interactive? Want we gaan nu vol de muziek en de film in. Zeer interessant en inspirerend. Een paar van de dingen zijn nog genoemd. Wat ik enigszins ervaren heb, is verdieping in een aantal gebieden. Ik haalde net al aan dat over de mobiele. AI is al genoemd, AI moet ik zeggen. Allemaal dingen waar het weer dieper en dieper gaat. En waar zo te zien heel veel tijd en energie naartoe geworpen wordt. Dus dat gaat grote impact hebben. Daar ben ik fundamenteel optimistisch over. Zeer interessant.